Ik ben Thomas van der Eerde en ik heb onlangs ingesproken in de Raad, ook namens Bezorgd Liendert. Omdat wij het toch belangrijk vinden dat de individuele raadsleden ook het verhaal van de bewoners horen over hoe wij veranderingen in onze wijk ervaren en hoe wij graag ook invloed zouden willen hebben op die veranderingen. Want als je niet inspreekt, dan heb je ook niet de kans om gehoord te worden en je invloed uit te oefenen. Door in te spreken hebben we een betere band weten op te bouwen met individuele raadsleden. Hebben we ook nog regelmatig contact met raadsleden om aan de ene kant op de hoogte te blijven wat er allemaal speelt. En aan de andere kant ook direct onze mening te kunnen geven aan diverse raadsleden. Wat hopelijk dan de besluitvorming ten goede komt. Ik heb het idee dat raadsleden ook best wel veel contact zoeken met bewoners in de wijk. Maar daar benaderen ze niet altijd die mensen mee die misschien een andere mening hebben. En het risico daarvan is dat het toch daardoor een eenduidig verhaal wordt. Dus het is heel belangrijk dat iedereen die een mening heeft of een andere mening heeft, dat maakt niet uit, dat ook die van de gelegenheid gebruik maken om in te spreken. Dat geeft raadsleden een veel diverser beeld. Maak gebruik van je recht om in te spreken. Laat weten dat ook jij een mening hebt die de raad moet weten. Maar het tweede deel is, zoek daarin ook buiten je eigen gebied andere bewoners in Amersfoort die allicht jouw mening delen. Want wat ik wel merk is dat hoe meer bewoners binnen of buiten jouw wijk hun mening daarin kenbaar maken, hoe sneller de raadsleden geneigd zijn om er ook echt serieus naar te luisteren. We moeten echt als Amersfoorders een groter en sterker signaal uitzenden.